Ben jij op zoek naar een doorwaaijas met een sportief en vrouwelijk tintje? Dan is de Alpine Star Stella Tikira V2R ideaal voor jou. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Alpine Star Stella Tikira V2R beschikbaar bij MKC Moto. De Stella Tikira V2R is ideaal geschikt voor de vrouwelijke rijder die de jas voornamelijk in het zomerse seizoen wil gaan gebruiken. Die jas is volledig voorzien van een buitenlaag met een hoop mesh, waardoor die dus voldoende ventilatie heeft en juist met warm weer ideaal geschikt. Die jas is vrij sportief in uiterlijk en is dus perfect voor de sport- of sporttoerrijder. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan zien we dus dat de buitenlaag voornamelijk is opgebouwd uit textiel. Dit is een combinatie van mesh textieldelen die volledig door kunnen waaien. Maar op de plekken waar je juist wat meer slijtvastheid wil, zoals op de schouders en op de ellebogen, zien we juist weer wat extra verstevigd textiel terug. Ook is de jas uiteraard voorzien van impactprotectoren. En deze zien we terug op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn de Nucleon Flex Plus protectoren. En dit zijn vrij dunne protectoren die ook flexibel genoeg zijn om gewoon comfortabel aan te zitten. Maar bieden wel gewoon level 1 goedgekeurde protectie. Doordraaiend naar de achterkant van de jas is er aan de binnenzijde een pocket aangebracht. En in deze pocket kan eventueel een level 2 goedgekeurde rugprotector gestoken worden. Dit is een protector die level 2 goedgekeurd is, dus ook meteen de hoogste waarde van impactvermogen kan hebben. Verder is de jas ook nog voorzien van de voorbereiding voor borstprotectoren. Die zijn optioneel en kunnen er dus eventueel ook nog ingeplaatst worden. Als we gaan kijken naar het comfort van de jas, dan is die aan de bovenkant rondom de kraag afgewerkt met een zacht materiaal, zodat die daar altijd een comfortabele aansluiting heeft. Verder zien we dat de achterkant volledig afgewerkt is met een groot meshpaneel, zodat lucht die aan de voorkant van de jas naar binnen treedt, ook aan de achterkant de jas weer makkelijk kan verlaten. Rondom de schouders zien we aan weerszijden nog twee accordeon stretchpanelen, zodat de jas ook rondom de schouders en aan de achterkant voldoende bewegingsvrijheid heeft en de jas op die punten dus niet kan gaan trekken. Verder zien we dat de onderkant van de jas nog wat langer doorloopt, zodat je daar ook voldoende veiligheid hebt en niet met een open rug op de motor komt te zitten. Als we dan terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan zien we dat de onderzijde is afgewerkt met een stijlband door middel van klittenband. En daar is die eventueel strakker of losser te zetten waar mogelijk. Ook zien we aan de bovenkant rondom de mouw nog een extra strookje met reflectiemateriaal, zodat je ook met wat donkerdere dagen of 's nachts nog goed zichtbaar blijft. Als we dan weer terugdraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we ook hier weer volledig het meshpaneel zitten, die ook aan de binnenkant van de mouwen is verwerkt. En het voordeel van dit mesh is dus dat met warme dagen de wind volledig door de jas heen kan trekken en je altijd frisse lucht gewoon recht tot op de huid hebt. Ook zien we aan weerszijden nog twee steekzakken. Deze steekzakken worden afgesloten door middel van een ritsje. Hou er wel rekening mee dat deze zakken niet waterdicht zijn. De mouw wordt vervolgens afgesloten met een klittenbandsluiting, waardoor als je hem openzet, de onderkant van de mouw net wat wijder uitkomt, waardoor je eventueel een handschoen erin kan dragen, maar dit vermakkelijkt ook het aan- en uittrekken van de jas. Aan de bovenkant wordt de rits afgesloten door middel van een klittenbandsluiting, zodat die daar ook altijd mooi afsluit en de rits niet meer zomaar naar beneden kan zakken. En als we de jas vervolgens open doen, dan zien we dat de jas aan de binnenzijde ook is afgewerkt met wederom een meshliner. En deze meshliner zorgt ervoor dat met warm weer de binnenzijde van de jas niet kan gaan plakken en de aansluiting en afsluiting altijd gewoon comfortabel blijft zitten. In de meshliner aan de binnenzijde zijn aan weerszijde ook nog twee steekzakken. Deze steekzakken worden afgesloten door middel van een klittenbandje. Ook deze zakken zijn wederom niet waterdicht. Er is vervolgens nog wel één waterdichte zak aangebracht aan de bovenkant. En hier kan je dus eventueel je telefoon of andere waardevolle spullen veilig in opbergen. Ook zien we aan de achterzijde nog twee jeanslussen zitten. Deze jeanslussen kunnen eventueel vastgemaakt worden aan de jeanslus van je broek zelf, zodat de jas op die manier niet zomaar omhoog kan trekken. Marjolein is 1,68 meter, weegt zo'n 65 kilo en draagt van de Alpine Star Stella Tikira V2R maat M. Zoals we kunnen zien is dit ook de juiste maat voor haar, aangezien de jas gewoon perfect aansluit. Houd er met textiel altijd rekening mee dat de maat direct goed moet zitten, aangezien het materiaal van zichzelf niet meer op of mee gaat trekken. Wil je graag weten wat jouw ideale maat is? Klik dan even op de video in beeld. En uiteraard ben je ook welkom in een van onze winkels om de spullen te komen passen of op onze webshop om ze hier te bekijken. Vond je deze video nou leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ook kan je eventueel abonneren op ons YouTube kanaal. Door middel van het belicoontje krijg je altijd een update op het moment dat wij een nieuwe video posten. Ook kan je ons eventueel in de gaten houden op Instagram of Facebook om alle trends bij te houden.
Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.